Goedendag. Ik ga met u een arrest bespreken op het gebied van uh, strafrecht. En het gaat in dit geval om de vraag of een schriftelijke slachtofferverklaring. Dus een verklaring die op schrift is gezet door een slachtoffer in een zaak. Um, als bewijsmiddel kan dienen bij een bewijsconstructie uh, van de strafrechter. Uh, daarover gaat een arrest uit uh, 2011. U weet, sinds een uh, geruime tijd alweer een geruim aantal jaren is het mogelijk voor. Um, uh, slachtoffers om gebruik te maken van het zogeheten spreekrecht. Dat gebeurt uh, soms uh, mondeling als uh, een slachtoffer daartoe in staat is. Uh, het gebeurt ook dat een slachtoffer uh, een verklaring uh, waar het gaat om de gevolgen van uh, het delict, uh, het in, uh, uh, in een, uh, een schriftelijk bewijsmateriaal uh, vastlegt, althans in geschriften vastlegt. Destijds was het nog zo dat de tijden van de behandeling van de zaak door het Hof het slachtoffer op grond van het toen geldende artikel 302 strafvordering bevoegd was op de terechtzitting een verklaring af te leggen omtrent de gevolgen die het te feit bij hem heeft gebracht. Dus met andere woorden, het moest echt gaan om de gevolgen. U weet dat daar inmiddels wijziging in gekomen is en dat uh, het inmiddels zo is dat er geen grenzen meer zijn aan het spreekrecht van een slachtoffer. En thans is ook het slachtoffer daartoe bevoegd op grond van artikel 51e van uh, strafvordering. En ook duidelijk is, gelet op de geschiedenis van de totstandkoming van de bepalingen, dat moet worden aangenomen dat het slachtoffer als dan niet optreedt als getuige en dat de door hem afgelegde verklaring niet voor het bewijs kan worden gebezigd. En dan gaat het inderdaad om de mondelingenverklaring afgelegd door een uh, slachtoffer ter zitting. En dat geldt in beginsel ook voor een eventueel aan de rechter overgelegd afschrift van die mondelinge verklaring. Um, maar dan is vervolgens de vraag: uh, wat te doen met een schriftelijke slachtofferverklaring? Want veelal, zoals ik al zei, wordt er door slachtoffers gebruik gemaakt van uh, het opschrift stellen van de verklaring. En. Um, die schriftelijke slachtofferverklaring, eh, zoals in dit geval, eh, die werd buiten het kader van artikel 302 strafvordering in een schriftelijk bescheid eh, vastgelegd. En eh, de vraag was of er eh, eh, rechtsregels en eraan in de weg stonden eh, dat deze tot het bewijs kon worden gebezigd indien aan de bewijsvoorschriften wordt voldaan. En. Reg in de regel is het zo dat je als strafrechter in de aanloop naar een zitting toe, uh, in het dossier uh, een schriftelijke slachtofferverklaring vindt uh, van het slachtoffer. En uh, dat het dus ook een bescheid is in de zin van de artikelen 339 tot en met 344a van strafvordering. En je bent wat, wat als rechter, als strafrechter, ben je uh, vrij in de waardering en de selectie van bewijsmateriaal omdat het een geschrift is, had uh, het Hof in dit geval uh, bij de bewezen verklaring ook gebruik gemaakt van het deel van de inhoud van de schriftelijke slachtofferverklaring die zich in het dossier uh, bevindt. En uh, de Hoge Raad heeft over die visie van het Hof gezegd dat er uh, geen rechtsregel eraan in de weg staat dat een schriftelijke slachtofferverklaring tot het bewijs wordt gebezigd indien aan de bewijsvoorschriften wordt voldaan. En dat, gelet op het dus het Hof uh, het vrijstond de schriftelijke slachtofferverklaring als een beschrijft x artikel 344-1 onder 5, voor het bewijs te bezigen. En dat is toch wel een belangrijk punt. Dat houdt in dus dat als een slachtoffer ter zitting mondeling het een en ander uh, aan de orde stelt, uh, dat die verklaring uh, in beginsel niet voor het bewijs kan worden gebezigd, maar de schriftelijke slachtofferverklaring wel. En ik voeg daar nog aan toe, als laatste overwering van de Hoge Raad, uh, een en ander laat de bruikbaarheid voor het bewijs van een schriftelijke slachtofferverklaring als de onderhavige onverlet, aangezien die verklaring buiten het kader van artikel 302 strafvordering in een schriftelijk bescheid is vastgelegd. Geen rechtsregel stond of staat eraan in de weg dat een dergelijke verklaring tot het bewijs wordt gebezigd indien deze aan de bewijsvoorschriften voldoet. Daarin is geen verandering gekomen doordat ten behoeve van de slachtoffer het spreekrecht ter rechtszitting is ingevoerd, nog doordat de slachtoffer op de voet van artikel 51b, tweede lidstrafvordering, aan het open ministerie kan verzoeken aan het dossier documenten toe te voegen die hij relevant acht voor de beoordeling van de zaak tegen de verdachte of van zijn vorderingen op de verdachte, zoals een zogenoemde schriftelijke slachtofferverklaring. En dus stond het, het Hof vrij in dit geval. Dat is de bespreking van dit arrest. Bedankt voor uw aandacht.